Lekker op jezelf wonen, dat wilde Sarah Grégoire heel erg graag. En sinds kort heeft ze haar eigen studentenappartement. Ik woon hier nu sinds januari, dus ik denk ongeveer een half jaar, ja. Sarah woont in een van de zogenaamde space boxes. Voor €330 per maand geniet ze van 20 vierkante meter woonruimte, samen met haar kat. Ik heb me ingeschreven op Woonkompas, bij de sectie kamers. En dan heb ik elke dag gecheckt of er een spacebox op stond. En na 2 maanden ongeveer, toen kreeg ik een reactie terug dat ik er eentje gekregen had. Volgens studentenhuisvester SSH hoeft het vinden van een kamer in Amersfoort niet lastig te zijn. Als je geen eisen stelt, dan is het in Amersfoort eigenlijk relatief heel gemakkelijk om aan een kamer te komen. Dus op een plekje, maakt niet uit waar, het maakt niet uit hoe groot, maakt niet uit of er een keuken bij zit. Dan is het in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stad als Utrecht in Amersfoort eigenlijk heel eenvoudig om aan de woning te komen. Maar veel studenten stellen wel eisen en willen het liefst iets voor zichzelf. Net als Sarah. Gevolg? Wachtlijsten. Ook in Amersfoort. Op dit moment zijn er zo'n 3.500 studenten ingeschreven als woningzoekende in Amersfoort. Er komen jaarlijks toch wel tussen de 500 en 1.000 bijgemiddeld. En elke studentenwoning die vrijkomt, die heeft gemiddeld tussen de 10 voor de wat minder gewilde en 50 voor de wat meer gewilde aan reacties. Omdat het aantal Amersfoortse studenten binnen 3 jaar moet groeien van 2500 tot 4000, komen er extra woningen. 200 om precies te zijn. Nou, deze stad heeft heel veel ambitie. En dit gebied waar we nu staan, daar zal een volwaardige campus worden ontwikkeld. En het ligt voor de hand dat van die 200 nieuwe woningen de meeste hier zullen worden gerealiseerd. Extra kansen dus voor studenten die net als Sarah iets voor zichzelf willen. En is de stad een beetje een aanrader? Heel knus. Je kan alles lopen en zo. Alles is dicht in de buurt. En er zijn leuke cafeetjes en restaurants en zo. En het uitgaan? Het uitgaan is niet heel wild. Maar ja, ik zit ook heel dicht bij Amsterdam, dus ik kan altijd teruggaan. Maar helaas voor alle woningzoekenden in Amersfoort, Sarah is voorlopig niet van plan om te vertrekken. Oh, is het vast. En haar kat ook niet.